Bouw volgens geldige bouwvergunning. Zowel aan de Burenstraat als de Anamoestraat heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OETNC, sloopwerkzaamheden uitgevoerd, ondanks diverse aanmaningen om al hetgeen dat zonder een geldige bouwvergunning is opgezet te slopen, hebben de pandeigenaren geen gehoor gegeven aan de oproep. Dit heeft ervoor gezorgd dat het ministerie afgelopen week de bouwsels heeft gesloopt. Het bouwen op de berm en het bouwen tegen of op de grens is verboden. Afdeling Bouw- en Woningtoezicht, BWT, van het ministerie is de bevoegde afdeling die optreedt als de samenleving zich niet houdt aan de voorgeschreven regels die gelden voor het bouwen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.